Hey, hallo, dit is Chris hier. In deze video ga ik het hebben over een ander projectje dat ik in de verzekeringswereld tot een goed einde heb gebracht. Dat was het Ethical Hacking project. Dat was een project om het Cyber Edge product eigenlijk op een heel innovatieve manier in de markt te zetten. Waarom? Wat was het probleem daar? Het probleem van het Cyber Edge product, dat was 4, 5 jaar geleden of 6 jaar geleden al, was dat het een heel nieuw product was en waar dat veel bedrijven eigenlijk niet echt mee bezig waren met het beschermen van hun gegevens online. Dat product speelde daarop in en het werd eigenlijk verkeerd verkocht of gepositioneerd in de markt. Dus de USP van dit product is voornamelijk de bijstand als er een breach is. Wat wil zeggen dat een bepaalde organisatie in dit product, zoals een IBM bijvoorbeeld, aan het bedrijf dan een noodnummer aanbiedt waar het bedrijf op kan bellen als hij gebreached wordt, om te zeggen van kijk, je moet dat doen om je systemen onmiddellijk, om zo min mogelijk schade-impact te hebben in dit systeem. Veel klanten, verzekeraars, makelaars positioneerden dit product op de markt als materiële schadeproduct, waarin dat als er een breach is, dat eigenlijk wordt aangekondigd van wij betalen los geld en uw IT-systeem worden druk opgezet. Wat hebben wij gedaan om die bijstand onder bewustwording te zetten? Hebben wij een project ontwikkeld waar ik ook als lead projectmanager en chief product owner fungeerde om een bedrijf ethisch te hacken. Om te bekijken van oké, elk bedrijf vertelde van oké, wij zitten goed met ons IT-systeem, etc. Maar laten we eens de proef op de som nemen, gezien ik nogal hands-on ben. Hebben wij een ethische hacker ingehuurd, hebben wij die losgelaten op het IT-systeem van een bedrijf. Het was een bedrijf dat in de logistieke sector aanwezig was met heel veel magazijnen, 500 miljoen euro aan kapitaal magazijnen met heel veel zonnepanelen. En het bedrijf had een firewall, IT-structuur, etc. Noem maar op. En de ethische hacker hebben wij erop losgelaten en er is dan tot de constatatie gekomen dat eigenlijk via de zonnepanelen dat op de magazijnen lagen, dat geënt was op een externe provider die dat dan de zonnepanelen kan checken voor het bedrijf, was er eigenlijk een externe poort waar de ethische hacker kon binnengeraken en zo de zonnepanelen kon afzetten, bij wijze van spreken, maar ook het IT-systeem van het bedrijf zelf kon breachen. Met woorden dat er enorm groot bedrijfsschade zou, potentieel risico tot bedrijfsschade zou zijn van een etelijke miljoenen als de ethische hacker dit bedrijf zou platleggen. Op basis daarvan hebben wij een project, heel dat project begeleid, hebben wij de USP's bepaald en hebben we eigenlijk met een IT-provider, een ethische hacker, product, een expert product, de verzekeraar, de eindklant zelf, dit project eigenlijk begeleid onder mijn begeleiding. En hebben we eigenlijk een plan uitgetekend om daar een app voor te ontwikkelen om via die app eigenlijk een ethische hacker te kunnen inhuren dat eigenlijk het bedrijf ethisch hackt en eigenlijk direct de punten dat enorm risico zou vormen in oplijst, waardoor het IT-bedrijf dan ook kan beslissen om de cyber edge polis onmiddellijk af te sluiten of mee op eigen kosten eigenlijk die breaches eigenlijk zouden kunnen oplossen. Nu heel dit verhaal, dus het hele project, het ethisch hacken, heb ik eigenlijk met mijn stakeholders in dit verhaal, dus de ethisch hacker, de IT-developer, de appontwikkelaar, de productexpert, de verzekeraar dat erachter zat, hebben we eigenlijk een project ontwikkeld om dit naar de markt toe te kunnen opleveren, samen dan met een app eigenlijk een screening te doen, waarin dat eigenlijk automatisch eigenlijk de cyber edge polis zou kunnen afgesloten worden. Dit project heb ik ook tot een goed einde gebracht en waar ik dan heb gefungeerd als lead project manager, CPO, om dit project eigenlijk tot een goed einde te kunnen brengen. Daar hebben we ook de user stories moeten opbouwen, in sprints verschillende toegevoegde waardes kunnen opleveren, de increments, etc. in de agile structuur. Dus dit project was eigenlijk meer een agile project om toegevoegde waarde te leveren. Dus dit is ook iets, het ethical hacking project dat tot de goede einde door mij werd gebracht in de verzekeringssector. Als u nog vragen heeft, aarzel niet om mij even te contacteren om een koffietje te drinken of over te spreken. Dus dank u wel alvast. Dag.